of zo. Lied ohne Worte van Mendelssohn. Dat zijn bekende gezangen, stukken voor piano van Felix Mendelssohn. Daar gaat hij. Wanneer ik het eerste idee heb gehad om priester te worden, ik denk al vanaf, vanaf de lagere school al, dat onze pastoor, dat was toen pastoor Willem Deltijk, die was leraar geweest op het Klein Seminarie. En die nam wel eens ons mee, want ik was ook misdienaar. Dan ging ik met de misdienaars op reis, ging ik ook wel eens naar het seminarie. En dat hij niet alleen nou om mensen zoals mij nou over te halen, maar gewoon om, ik kom mijzelf er ook wel weer eens heen. Maar ik was missionaar, ik wilde graag, vond ik wel mooi om priester te worden. Dus toen ben ik vanzelfsprekend naar Apeldoorn, naar het seminarie van het aartsbisdom gegaan. Dus laat echt van jongs af aan. Ik heb het gekke mee mogen moeten maken. Toen was het moeten, maar het werd al heel gauw mogen. Dat ik een week voordat ik priester gewijd zou worden. Dus het was onder de retraite, zoals dat heet. Dan heb je dus een week van geestelijke voorbereiding op de wijding. En dan weet je niet beter. Nou, daar heb ik dan 12 jaar voor gestudeerd. Dus ik word over een maand, word ik ergens kapelaan in een parochie van het aartsbisdom. We waren met twee nieuwe priesters. Hier zit mijn moeder in Landauer en daarnaast hier zit Cor Spithoven, mijn studiegenoot, die vanaf de kleuterschool van juffrouw van Rijnsoever tot aan de priesterwijding bij mij in één klas gezeten heeft. 20 jaar lang. Nou kijk, hier zie je die Landauer, hij stond hier voor het hek van onze boerderij. Dit is werk over de brink. Je ziet het zwaantje, het café. En dit is pastoor Deltijk. Hier zie ik pastoor Deltijk, die Cor Spithoven en mij prachtig versierde kerk toespreekt. Even kijken, wat is het mooi. Hier zie je de eerste mis. Keurig met rug naar het volk. Cor Spithoven, die was de diaken. De dag erna had hij zijn eerste mis, ben ik diaken geweest. Mijn broer Kees, die priester is geweest. Een oom van mij, een broer van mijn moeder. Dit is een jongste broer van mij, een misdienaar. Nou, een week van tevoren krijg ik te horen van de president van het seminarie. Wij zouden graag zien dat jij muziek ging studeren. Dat zou je gezegd zijn. En waarom dachten ze aan mij? Nou ja, ik heb altijd muziek gedaan. Vroeger als jochie heb ik ook al pianoles gehad en zo. Op het seminarie heb ik altijd, was organist. Ik heb de koren, het grote, meerstemmige koor geleid. Ik heb altijd op feesten en op partijen en bij bijeenkomsten piano gespeeld, stukjes gespeeld of mensen begeleid. Nou ja, dus wil jij graag muziek studeren? Nou, hoewel het ook helemaal letterlijk koud op mijn dak kwam, deed ik dat toch wel erg graag, ja. Nou, toen heb ik dus daar van harte mee ingestemd. Dus toen zat ik al in plaats van dat ik kapelaan werd, zat ik na 2 maanden zat ik in Rome in de collegebanken van het Pauselijk Muziekinstituut. Hier zie je mij de verdediging doen. In het Pauselijk Muziekinstituut was dat dus, hè? En hier zie je mij, ik mocht een stukje van Zweelink, daar ging in mijn proefschrift over, op het orgel spelen. Het grote orgel van die zaal. Hier, 1, 2, 3, 4, 5 speeltafels. Het orgel had 111 registers. Kijk, en de aanwezige was niet voor mij gekomen, maar hij was er in Rome. Dat is Kardinaal Alfrink.
Dat was de ambassadeur van Nederland bij de Heilige Stoel. Dat was de rector van het Nederlands College, monsieur Dane. En dit zijn mijn vader en moeder. Hè? Mijn promotor, Ferdinand Haberl, een Duitser uit Regensburg. Dit is kardinaal Alfrink, dat een tafel. Dit is mijn vader. En dit zijn allemaal gasten. En dan heb ik op het conservatorium van de stad, Santa Cecilia, een pianodiploma gehaald. 1969, dat wil zeggen, toen ben ik benoemd tot docent aan het instituut voor kerkmuziek in Utrecht, aan de Plompertorengracht. Ik was eigenlijk nog niet uitgestudeerd. Ik moest nog promoveren en ik moest dat diploma van piano nog halen. Dus ik ben daarna, nog wel veel vanuit Nederland hier, naar Rome terug geweest. In 1972 heb ik dat pianodiploma gehaald. En in 1974 ben ik dus gepromoveerd in het Paus Willem Muziekinstituut. Nou, toen ben ik vanaf al die tijd ben ik docent geweest aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Wat later van de Plompertorengracht is overgegaan naar het conservatorium aan de Mariaplaats. Dat heb ik gedaan tot 1998. Je weet dat Onze Lieve Heer bestaat, hè? Dat weet je, hè? Daar heb ik genoeg voorbeelden van meegemaakt. Bijvoorbeeld dat ik net in die jaren, had ik dus ongeveer van 69 tot 98, had ik dus ongeveer 28, 29 jaar gedaan. Dat ik het een beetje uitgekeken werd, dat ik graag de laatste jaren nog wat anders wilde doen. Toen op dat moment heeft de Heer dus mij die kans laten overkomen dat ik bijzonder hoogleraar mocht worden. Aan de theologische faculteit van Tilburg. Dat was voor mij weer een nieuw begin. Dat heb ik dus de laatste 7 jaar van mijn actieve leven mogen doen. Dus over de theorie van de muziek aan die theologen allemaal en zo. En andere mensen die dat graag wilden weten. Naar de zaal. Nou, kijk, hier zie je mij de inaugurale reden houden. In de aula. In de aula. Die ken jij nog natuurlijk? Die ken ik, ja. Ja. Ga eventjes. Ik vind wel een mooie foto. Is deze, als we dan weer weglopen. Kijk, hier deze. Dat vind ik zo mooi. Lopen we de gang in. Ik heb mijn moeder gewoon meegenomen toen we wegliepen. In die zaal, dat is in de gang. Naar de receptie. Dan zie je dus al die zwarte kerels. Met mijn moeder, die is de enigste wat niet te veel nog, maar een andere kleur heeft. Vind ik zelf een hele mooie foto. Dat heb ik gedaan tot 2000, toen ik 65 werd, dus in 2005. Nou, toen ben ik ook met een meritaat gegaan, zoals dat heel deftig heet. En dan heb ik in feite de colleges niet meer gegeven, want ik was met een meritaat, maar wel gewoon doorgegaan. Met wat ik erbij hoorde, dat is het studeren en het publiceren. Ik heb in mijn leven heel wat artikelen geschreven, zelfs ook enkele boeken over de muziek. En daar ben ik gewoon mee doorgegaan. Ik heb vorige week nog een lezing gehouden en ik heb gisteren nog een artikel ingeleverd. En dat zit goed. Dus ik zit momenteel de hele dag, ja, veel te lang, achter mijn bureau. Dus dan komt die, dat ik dus... dat voorgaan van mij, wat ik als priester mag doen in het weekend in de parochies, met name nu ook vooral van het Paus Johannes 23, komt voor mij ook gewoon mentaal als geroepen. Het is voor mij een ontspanning, wat ik gewoon graag doe. Dus dat is... Kortom, ik ben muzikus geworden. Ik voel mezelf wat meer muzikus dan pastor, maar dat pastorale werk... Wat zich beperkt tot zondagmorgen in een kerk, doe ik er van harte en graag bij. Ik zou het niet meer kunnen missen. Na een aantal jaren was ik nog docent dus op het Instituut voor Kerkmuziek. Toen dacht ik, ja god, ik ben toch priester geworden. Zou ik niet, en er kwam ook bij dat de bisschop, mijn goede vriend, kardinaal Simonis, zei van,
we hebben zoveel priesters nodig, zou jij geen pastoor willen worden? Nou, heb ik afgesproken, ik zou het proberen. Toen ben ik, terwijl ik dus gewoon met mijn werk doorging voor 40%, achteraf vind je dat veel te weinig, pastoor geworden in de Paulusparochie op het Kanaaleiland in Utrecht. En nou, dat is dus, denk ik, voor de mensen, hoop ik, een succes geworden. Maar voor mijzelf was het een grote mislukking. Ik kon dat niet combineren. Kijk, een amateur kan wel twee dingen tegelijk doen. Maar een vakman kan dat niet. Iedere keer als je dan van het werk op het conservatorium terugkomt naar huis, dan denk je, nou, dan moet ik vanavond dat voorbereiden en dan moet ik dit doen. Oh ja, en dan ga ik daarheen voor dat concert, want ik moet dat goed horen. Kom je thuis? Nee, Anton, ze hebben opgebeld, die meneer moet worden bediend. Of je moet daar op de extra komen bij een bijeenkomst. En dan was het ging niet. Dus toen ben ik naar de bisschop gegaan, teruggegaan. Zeg, carissima eminenza, beste aardige eminentie. Het lukt niet, ik hou er mee op. En toen zei hij van, nou goed, goed. Maar de laatste paar jaar, dan moet je dan weer fulltime pastoor worden. En we zeggen van, nee, dat doe ik niet. Ik ga niet voor de tweede keer mislukken. Ik hou op en ik doe dat niet meer. Ik krijg de kans om weer fulltime op het conservatorium een baan te krijgen. Ja, dat wou hij niet. Heb ik gezegd van, nou ja, ik doe toch. En nou, hij was nogal mild en aardig. Dus dat heeft hij goed gevonden. Dus dat kon niet. Ik kon dat niet combineren. Nee. Ik ben dus jarenlang ook voorgegaan, 1 of 2 keer in de maand, in Hooglanderveen. Dat is een boerendorp, nou zeg niet hard dat het ze het niet leuk vinden, maar een klein dorp van Hoogland en nu uitgebreid deel van Amersfoort en van Vathorst. En nou, daar heb ik ook een vreugdevolle tijden beleefd, daar in die kerk met mensen en zo. En daar leer je ze kennen. Niet. Muziek, daar kom je nooit mee klaar. In de zin van dat muziek op zoveel manieren werkt. Hè? Bijvoorbeeld de vraag, wat zegt muziek aan mensen? Waarom wordt de een geweldig ontroerd door een fuga van Bach en kan het zeggen de andere helemaal niks? Waarom vallen sommige mensen bij de Matthäus Passion in zwijm? En waarom hebben anderen daar helemaal niks mee? Dat verandert. Iedere keer opnieuw. Dat heeft te maken ook met eigentijdse cultuur. En die cultuur, die verandert. Specialiteit voor mij is vooral ook hoe dat werkte in het verleden. Nou, dat is iedere keer anders geweest. Die ontwikkeling is er geweest. Ik beschrijf die. En die ontwikkeling gaat door. Die houdt niet op. Nee. De werking van muziek is altijd anders. Je raakt nooit uitgestudeerd. En trouwens, dat is ook met het... Kijk, hè, het is met echte wetenschapper. Als je een vak heeft, dan kun je nooit zeggen, nou weet ik alles. Dat zijn de slechte wetenschappers. Weet je wat het grote voordeel daarvan, wat je ervan leert als mens? Dat je zo leert relativeren. Hè? Dat alles wat wij doen, ja, met muziek in de kerk, en hoe het zingen en de soort gezang, dat je ontdekt dat het, altijd zo geweest is, menselijk. En dat er niks nieuws onder de zon is. Dat problemen die we nu hebben met muziek, bijvoorbeeld nu momenteel hebben we nogal last van dat de kerkelijke overheid nogal streng is, hè, in het toelaten van gezangen en zo. Maar dat vroeger ook zo geweest is. Dat ze voortdurend het gewijde paarse of kardinaal het rode vingertje hebben gegeven van dat mag niet en dat moet en dit gaat veel te ver en zo. En dat mag in de kerk niet klinken. Aan die voorwaarden moet het voldoen. Je leert relativeren. L'histoire se répète. Het is altijd zo geweest. Dus je leert het allemaal met een korreltje zout nemen. Hè? De kerk valt niet om hoor. Want er zou ze al 100.000 keer omgevallen zijn. Nee, dat valt nog wel mee. Dus je wordt mild en je wordt gemakkelijk. Een lied wat je zingt, of een gezang wat je zingt, of een stuk wat je speelt, dat is
veel meer dan de tekst en de melodie en dat stuk wat je speelt. Daar zit ook een meneer achter of een mevrouw die dat zingt. En die kiezen het vaak helemaal niet om, hoe moet ik het zeggen, omdat die tekst zo mooi past. Of omdat het zo'n mooi liturgisch lied is voor de 23e zondag door het jaar. Nee, maar omdat we die melodie graag zingen. Omdat het zo mooi klinkt. Dat doen ze in de kerk toch allemaal. Ik zou niet graag de mensen de kost geven die veel meer om de melodie zingen, hè, om het lied, dan om de tekst. Hè, daar gaat het helemaal niet om. En melodieën die zijn dierbaar, die zijn, die houden we, die zingen we graag en die willen we bewaren. Ook al is die tekst soms een beetje oudbollig. Die oudbollige tekst, hè, die is niet oudbollig omdat we die tekst als het ware bijna niet meer horen. We zingen alleen maar die melodie en daarvan leven we. Mag ik een voorbeeld geven? Ja. Zijn er genoeg natuurlijk. Stille Nacht op Kerstmis. Nou, dat is een wiegeliedje. Een klein liedje wat natuurlijk zuiver liturgisch, volgens de kerkelijke regels, helemaal niet past. Dat staat nergens bij, bij lezing of zo of niks. Hè? Maar, ja, Stille Nacht is natuurlijk het kerstlied.